De dagteksten voor woensdag 3 juli 2024. Joël 2, vers 13. Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Heere uw God. Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Heere uw God. Joël 2, vers 13. Het leerwoord is gehaald uit 1 Korinthe 6, vers 20. Gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam. Gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam. 1 Korinthe 6, vers 20. Leid me op de eeuwige weg, Heer, maak mij vrij. Hemelse Vader, als we vandaag weer bij u komen, dan doet het zo goed om te weten dat wij in u onze beschermer, onze bevrijder en onze verlosser hebben. We danken u voor een dag dat wij de dag mogen aanschouwen en weten dat wij een Heer dienen die ons kostbaar vindt. Omdat wij duur betaald zijn, o Heer. Wij kunnen u nooit terugbetalen. Niemand kan ons kopen op de manier waarop u ons gekocht en betaald heeft. U die ons heeft uitverkoren, gezocht en ons heeft schoon gewassen van alle vieze vuiligheid waarin we zaten. Laat ons beseffen, Heer, dat wij u alle eer en glorie moeten geven. En dat willen wij vanmorgen wederom doen en u vragen om ons te onderzoeken. Om te laten zien wat er niet goed is. En dat wij u vragen om ons schoon te wassen, om ons te vergeven. Dat wij met onze geliefden mogen komen bij u, dat wij een ieder mogen brengen voor uw troon van genade. Onze geliefden, onze kinderen, onze familieleden, elke relatie die we hebben. Het geeft niet welke, we komen met hen bij u. We komen met een ieder voor wie wij bidden. De bedroefden, de zieken, de uitgedaagden. Vader, zij die op dit moment zo verdrietig zijn, omdat ze in een rouwproces zijn. En elke keer als ze denken dat ze een beetje eruit zijn, overvalt het hen weer. Maar we geven ze aan u, dat ze mogen weten dat ze bij u geborgen zijn. Wij geven u ook, o Vader, elk eiland, elke plek die getroffen is door de orkaan Beryl. Elk een die zich voorbereidt en in angst die orkaan afwacht. Vader, we geven ze aan u. Dat ze geborgen mogen zijn bij u. Dat ze mogen weten dat ze met u hierdoor komen. Maar we bidden en smeken u om deze orkaan, zoals het gezegd is, dit monster, dat u die doet sterven op zee in de naam van koning Jezus. En dat de hulp die deze eilanden nodig hebben, dat u harten aanraakt en dat u ervoor zal zorgen dat er hulp komt. Raak harten aan. Laten wij weten, Heer, dat wij met u meer dan overwinnaars zijn. Wij danken u dat wij uw kinderen mogen zijn. Dat wij mogen geloven in u. En we danken u dat u onze hand gevat houdt. Opdat wij met u mogen gaan op uw pad. En ook de jarige en vierende meenemen. En u vragen om ons allen te zegenen met stromen van zegen. Dat wij kanalen mogen zijn voor een ieder in deze wereld. Dat wij uw geest vragen om te gaan daar waar wij niet kunnen gaan. We danken u voor een ieder die weer hoop heeft. En zo gaan wij gesterkt door u deze dag in. U volgend op al uw schreden. In de naam van koning Jezus. Amen, ja, amen.